Ik kwam alleen even kijken hoe het je gaat. Wat ontzettend lief van je. Ja, de misselijkheid gaat echt een heel stuk beter nu, maar energie, nul. Oh, je lag al in bed. Hè? Oh, nee. Ik ben eerlijk gezegd een beetje het besef van tijd kwijt. Maar lieve, dat is echt niet erg. Ik weet je, ik ga gewoon even slapen als ik daar behoefte aan heb. Wat is er aan de hand? Nee, het is Bing, maar ik ga jou hier helemaal niet mee lastigvallen. Wil je gemberthee? Blijf zitten. Ja, weet je, dat is zo irritant van ziek zijn dat mensen dingen bij je weghouden omdat ze denken dat ze je moeten sparen. Nou, dus. Bing heeft mij het huis uitgezet. En ik mag de kinderen niet meer zien. Schat, wat afschuwelijk. Nou, weet je, je blijft gewoon vanavond lekker hier. En dan gaan we morgen eens even rustig kijken. Ik sta eigenlijk al bijna een maand in mijn atelier. Ja, ik dacht. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik dacht. Misschien kan ik wel tot hem doordringen, maar hij haat me. Weet je vader dit eigenlijk? Ja, niet alles. Hij wilde mij helpen, maar ik wilde dat niet. Ik dacht gewoon dat ik het zelf wel kon oplossen. Schat, er moet wel echt iets gaan gebeuren nu. Dit kan echt niet. Die arme kinderen ook. Hè? Janine. Wil je alsjeblieft hier naartoe komen? Ja, natuurlijk. Moet ik iets doen? Moet ik een arts bellen? Hè? Nee, het gaat niet om mij. Nina heeft je nodig. Maar waarom komt ze niet naar mij in plaats van jou hiermee lastig te vallen? Omdat ik haar moeder ben. Tot zo. Goed. Vertel me alles. Vanaf het begin.